zijn Audrey Borans. Vandaag doe ik mijn video even in het Nederlands. Ik ben met mijn drie Reborans, Coco Malou, Elisu en Winnie. Ik ga hem vandaag voorlezen uit Tip de Muis viert kerst. Een erg leuk boekje over kerst. Ik ga beginnen. Nog enkele dagen en dan is het kerstmis. Tip kan bijna niet meer wachten. Hij heeft de kerstboom versierd met sterren en kleurrijke ballen. Teddy, zijn beer, heeft hij een mooie kerstmuts opgedaan. Terwijl hij wacht, kijkt hij door het raam naar de vallende sneeuwvlokjes. Waar is de reusachtige slee, getrokken door rendieren, vol met geschenkjes? Je hebt nog geen brief naar de kerstman geschreven, herinnert mama hem. Hoe kan hij nu weten wat je graag zou krijgen voor kerstmis? Dat ben ik helemaal vergeten, zegt Tip bezorgd. Tip kan ook niet schrijven, maar hij gaat aan zijn tafeltje zitten en begint te kleuren. Beste kerstman, ik zou graag een treintje, een vliegtuig en heel veel snoep krijgen. En Teddy heeft een warme sjaal en een nieuwe muts nodig. De kerstman zal de kleurrijke tekening vast wel begrijpen. Mama, mijn briefje is klaar. Kan jij het voor mij opsturen? Vraagt Tip. Ik ga buiten in de sneeuw spelen. Tip trekt zijn warmste kleren aan om buiten met Teddy te spelen. Er ligt zoveel sneeuw. Het is de volmaakte dag om een sneeuwpop te maken, roept Tip uitbundig. Tip is niet de enige die houdt van sneeuw. Knibbel, zijn vriend Eekhoorn, heeft een geweldig nieuw spelletje ontdekt. Te gek, dit is beter dan de draaimolen, lacht hij, terwijl hij langs de regenpijp naar beneden glijdt. Wat vind je van mijn sneeuwman, Teddy? Lijkt hij niet een beetje op papa, vraagt Tip. Tip is heel fier op zijn sneeuwman. Het is de grootste die hij ooit heeft gemaakt. Hij is zelfs nog groter dan Tip zelf. Wat is het koud, denkt Tip. Brrr, kom Teddy. Laten we naar binnen gaan, waar het lekker warm is. Tip pakt zijn beer op en loopt met klapperende tanden naar huis. Wanneer Tip bijna binnen is, roept een klein vogeltje. Tjilip, tjilip, het is zo koud. Mag ik jouw sjaal lenen? Mijn vleugel is gebroken en ik kon deze winter niet samen met de andere vogels naar het zuiden vliegen. Maar Tip is erg gehecht aan zijn lievelingssjaal en doet alsof hij het verzoek van het vogeltje niet hoort. Wanneer Tip 's avonds in zijn warme bedje ligt, is hij een beetje verdrietig. Wat is het, Tip? Vraagt mama. Mama, denk je dat de kerstman weet wanneer je stout bent geweest of gemeen? Antwoordt Tip. Natuurlijk weet de kerstman dat, maar als je iets verkeerds hebt gedaan, heb je misschien nog de tijd om het goed te maken, probeert mama Tip te troosten. De volgende ochtend is Tip vroeg wakker. Vlug, mama, kom je mij helpen? Kunnen we de wol van deze oude trui gebruiken om een warme sjaal van te maken, vraagt Tip. Met de hulp van mama is de sjaal in minder dan geen tijd klaar. Tip en Teddy op de slee erin naar buiten om het kleine vogeltje te zoeken. Vogeltje, vogeltje, waar ben je? Roept hij in de wind, maar er komt geen antwoord. Eindelijk heb ik je gevonden, roept Tip, blij. Hier, doe deze warme sjaal om, dan krijg je het lekker warm. Maar het kleine vogeltje is veel te zwak van de kou. Dank je, Tip, maar ik heb het veel te koud nu. De sjaal is niet genoeg. Het is veel te koud voor mij hier in het bos, legt het vogeltje uit. Maar Tip geeft het niet zo snel op. Hij bedekt het vogeltje met zijn sjaal en zijn jas en rent snel terug naar huis.
Een komhete soep en de warmte van de open haard zullen je wel kunnen opwarmen, verzekert hij zijn nieuwe vriendje. Het is kerstavond. De kerstman zal nu gauw komen op zijn slee getrokken door rendieren. In dit huisje zal de kerstman een braaf klein muisje vinden, dat net als zijn vriendjes Teddy en het vogeltje diep in slaap is. Hier zal de kerstman zeker veel cadeautjes achterlaten. En dat was het einde van het schattige boekje van Tip de Muis viert kerstmis. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doei!